Welkom. Welkom allemaal in de concertzaal van Theater Stilburg. Onze gast vandaag houdt ervan om de publieke zaak te dienen. Eerst deed hij dat als commandant van de landmacht, maar tegenwoordig is hij de topman van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Vandaag gaan we in gesprek met de directeur van de AIVD, Rob Bertolet. Van harte welkom. Dank u wel. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, ik ben helemaal onder de indruk van het feit dat er zoveel zijn. En ik krijg eigenlijk nooit applaus voor mijn werk. Dus, dank u wel alvast. Dit is het eerste applaus alvast. En misschien helemaal niet het laatste. U bent van harte welkom. Wij hebben ons uiteraard goed voorbereid op dit gesprek. Maar wij dachten, misschien is het wel de eerste keer in onze geschiedenis dat de gast zich ook heeft voorbereid op dit gesprek. Mag ik u vragen wat u allemaal van mij weet? Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb me wel voorbereid natuurlijk, maar ik heb me vooral voorbereid door te kijken naar de formule van, ik weet eigenlijk niet hoe ik het debat, spreekbeurt, ik weet het niet, discussie. Dus daar heb ik wel naar gekeken, maar ik heb me niet verdiept in de journalist en dat doen we ook niet per se altijd. Er moet echt een reden voor zijn en het feit dat wij met elkaar in gesprek gaan is niet een reden om nou eens eventjes goed te kijken wat er allemaal achter Marcel zit. Dat hebben we niet gedaan. We starten met vertrouwen. We starten met vertrouwen, dat vind ik heel mooi. Ja. Nou, dan is de eerste vraag, een gangbare vraag hier in het Denk Groter debat. Wie heeft u ooit groter laten denken? Wie heeft mij ooit groter laten denken? Dat vind ik wel een lastige vraag, omdat er... Dit is een van de makkelijkste. Oh, nou, dat belooft wat voor vanmiddag. Dat heeft te maken met het feit dat je heel veel mensen, die laten je vaak groter denken. Maar wie was het de eerste die u te binnen schoot? Als de eerste, dan zou ik denk ik moeten denken aan mijn tekenleraar op het gymnasium. Want? Omdat hij in tegenstelling tot alle andere docenten op het gymnasium niet eens zozeer bezig was met hoe je nou woordjes kon stampen. Of wat. Dat past ook niet bij zijn vak natuurlijk, hè, als tekenaar. Nee. Maar hij was vooral ook bezig met wat zit er in jou als mens zelf en hoe ga je dat eruit laten komen. Dus dat vond ik wel, dat is denk ik, als ik daar zo over nadenk, is dat wel iemand die mij groter heeft laten denken. Ik vond het een geweldige vent. Theo Forer. Kijk. Hartstikke goede vent. De naam is genoemd. Ja. We hebben u gevraagd om een jeugdfoto in te sturen, mee te nemen. En toen hebben we deze foto gekregen. Ja. Is dit de jongste foto die u heeft? Nee, zeker niet. Ik bedoel, er is ook voor deze leeftijd werden er al foto's gemaakt. Ik bedoel, zo oud ben ik nu ook weer niet. Hoe oud was u hier? Ik was daar denk ik 25. Het was een beetje een lastige opgave voor mij om een jeugdfoto te zoeken, want die heb ik allemaal ergens boven en daar moest je echt in zoeken. En toen stond ik in mijn hand met twee foto's. Ik had deze en ik had ook een foto van mij, die was eigenlijk veel leuker. Die was op de Dam, ik denk in 1963 of zo. Toen was de Dam er ook al en hadden ze duiven op de Dam en daar stond ik in een korte broek en met een jasje aan en een kort geknipt koppie en een duif op mijn hand. En toen dacht ik, ja, dus op zich is dat wel een jeugdfoto, maar die zegt niets over mij. En deze foto zegt wel iets over mij, omdat dit aan het begin van mijn militaire carrière was. Je weet dat ik een militaire carrière achter mij heb. En mijn militaire carrière, ik heb 36 jaar heb ik in de krijgsmacht gediend, is natuurlijk heel bepalend geweest ook voor mijn vorming. En voor de wijze waarop ik in het leven sta, de wijze waarop ik naar de wereld kijk. Dus toen dacht ik, nou, als je dan toch een foto moet hebben, en hij is beduidend jonger dan de huidige uitgave van Rob Bertolet. Zeker. Dan vind ik dit er wel eentje die daar ook wel bij past. En ook omdat ik het met zoveel plezier heb gedaan. Er komen hele mooie vragen en we gaan serieuze onderwerpen behandelen. Maar in alle eerlijkheid, we hebben in de veelheid van vragen ook een paar vragen gevonden waarvan we dachten, die gaan misschien verloren in het debat. Je zou een beetje kunnen zeggen meer de schoolkrantachtige vragen. Dus die stellen we eerst eventjes. Normaal zegt u altijd ja en nee. Nu mag het gewoon ja of nee. Dat is voor de duidelijkheid wel prettiger. Mogen de partners... Moet kiezen, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Een keuze, ja. Mogen de partners van de AIVD'ers mee naar het personeelsfeestje? Ja. Weet iedereen vooraf bij jullie wat er in het kerstpakket zit? Nee. Zijn de functionarissen... Ik zat mij af te vragen, weet ik eigenlijk wel wat er in het kerstpakket zat afgelopen jaar, maar... Oh, je weet niet eens wat erin zat? Okay. Ja, dat weet ik wel. Nou, dat geeft vertrouwen. Zijn functioneringsgesprekken bij jullie nog ooit verrassend? Ja. Doet u thuis eigenlijk nog aan surprises? Ja. En wat zeggen AIVD'ers op feestjes eigenlijk dat ze voor baan hebben? Dat hangt er een beetje vanaf, maar dat mag ik niet zeggen.
Bovendien kun je daar niet met ja of nee op antwoorden. Nee, dat was de laatste vraag die als overgang geldt naar de studenten. Nou, okay, ja. Nou, dat is heel goed. Ja. Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Dus het is echt een heel palet aan mensen. Die hebben allemaal verschillende taken. Nou zitten daar ook mensen bij, die werken ook undercover. En er zitten mensen bij die zouden undercover kunnen werken. Dus een beetje afhankelijk van wat hun functie is in de dienst en een beetje afhankelijk van ook wat de partner doet, kunnen ze er meer of minder over praten. Maar de meeste van onze mensen, die praten niet met buitenstaanders over werk. Daar hebben ze zo allemaal hun eigen invulling voor. En ik heb één medewerker en die pleegt nog wel eens te zeggen dat hij gepensioneerd pornoacteur is. Maar dat leidt ook maar zelden tot vragen en nooit tot herkenning. Dus dat is allemaal goed. Ja. Goed, als we die tegenkomen, dan weten we het. Dan weet je dat, ja. Studenten, de zaal is voor jullie. Een oud collega van u en oud-generaal buitendienst en commandant van strijdkrachten, Peter van Uhm, heeft in 2014 in een interview gezegd: eigenlijk moeten we allemaal respect hebben voor jihadgangers. Bent u het daarmee eens? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik weet ook niet of hij dat zo gezegd heeft. Volgens mij heeft hij, dus ik ben het met de uitlating niet eens, maar volgens mij heeft hij gezegd: in zekere zin begrijp ik ook wel wat. En volgens mij doelde die op het feit dat er bij jonge mensen, jullie leeftijd van heel veel, als ik dat zo goed zie in de zaal, maar ook jonger, dat daar ook nog wel een zekere onrust zit. Volgens mij heeft hij daarop gedoeld. Maar als je mij vraagt, begrijp je waarom of iemand, of die nou 16 is, of dat die 20 is, of 24, of wat dan ook, begrijp je hoe iemand kan vertrekken, hier Nederland verlaat, om in Syrië te gaan vechten of in Irak te gaan vechten, daar moord en doodslag te plegen, daar zich te wikkelen in een orgie van geweld, of terug te komen en dan een aanslag te plegen in Parijs of in Brussel of in Denemarken of waar dan ook, dan is het antwoord nee, dat begrijp ik niet. Wat wij wel proberen te begrijpen van de dienst is, we proberen wel de psychologie te begrijpen, maar het begrijpen gaat nooit zo ver bij mij dat ik daar respect voor kan hebben. Ik kan daar geen respect voor hebben. Voor mensen die willens en wetens zich wentelen in geweld en dan vervolgens dat geweld ook nog niet alleen daar toepassen, maar ook hier in West-Europa, waar dan ook toepassen. U begrijpt het wel, maar u respecteert het niet. Ja, en ik weiger het ook te accepteren. Dat komt er nog eens bij. Ja. Dankjewel voor de vraag. Dankjewel. Voor de mensen die daar nog geen duidelijk beeld van hebben, we hebben even een filmpje gemaakt over hoe uw leven eruit ziet. Hier is de directeur-generaal van de AIVD, Rob Bertolet. Goedemiddag allemaal. So how much more difficult does that make your job? Well, you know, if you can single out a leader, then you know where to attack, where to move, where to focus your attention to. My name is Bond. James Bond. Prachtig filmpje. Goeie indruk. Nee, prachtig filmpje. Het dagelijks leven van de hoofd van de AIVD of van de mensen die in de AIVD werken is minder spectaculair. Die houden zich bezig, eigenlijk zou je kunnen zeggen, met puzzelen voor gevorderden. Want wij proberen hele kleine stukjes informatie, die proberen we samen te voegen tot een groter geheel, proberen we een beeld van te maken, zodat we daarmee uiteindelijk een bericht, een waarschuwing, een aanzet tot handelen kunnen geven. En dat verzamelen van die inlichting is overigens wel, dat is wel leuk. Ik bedoel, daar kun je brein op breken als het ware. Omdat je elke keer weer aan manieren moet denken van hoe kom ik nou aan die inlichting? Hoe kom ik daarbij? Hoe kan ik daarbij? En dat maakt het wel heel erg leuk. Maakt het voor mij ook heel erg leuk.
De geheime dienst, daar hangt een zweem van geheimzinnigheid omheen. Ja. En je zou kunnen zeggen, dat is zo, als je daarnaar kijkt, een gesloten organisatie. En toch heb ik het idee dat jullie open worden, meer naar buiten treden. Wat is de reden dat u vandaag hier bent, bijvoorbeeld? De laatste, omdat ik het ook gewoon leuk vind om te vertellen over de dienst. Maar het belang? Sorry, ja, maar daar zit ook, ja, natuurlijk is dat ook belang voor mij. Kijk, ik zie hier ook allemaal, ik begrijp dat er aankomende... juristen, mensen die sowieso juridisch geïnteresseerd zijn. Ik begrijp dat er ICT'ers in de zaal zitten. Ik begrijp dat er journalistiek studenten in de zaal zitten mogelijk. En wie weet. En dat zijn allemaal mensen die, waarvan ik denk, nou, dat zijn potentiële werknemers bij de AIVD. En we zijn groter aan het worden. Dat is wel als gevolg van een vervelende reden. Omdat de veiligheid namelijk niet echt toeneemt in Nederland en in Europa. U bent dat ronselen. Ja, een beetje wel. Ja, natuurlijk. Dus dat belang zit er voor mij ook in. Maar ik vind het ook wel goed om te vertellen, ook vanuit de gedachte dat wij werken voor de democratie. Wij werken voor jullie allemaal zoals je hier zit. En dan vind ik, dan heb je er ook wel recht op om te weten wat we doen, tot op zekere hoogte. En vragen te stellen en die dan beantwoord te krijgen. Dus welke vragen kunt u vanmiddag niet beantwoorden? Oh, dat weet ik nog niet. Ik ga ervan uit dat ik in principe ga ik proberen elke vraag te beantwoorden. Oké. Nou, gaan we eens kijken dan. Studenten. Stel nou dat ik zou willen werken bij de AIVD. Wat wordt er dan eigenlijk allemaal van mij nagecheckt? En hoe ziet zo'n procedure eruit? En maak ik kans op zo'n baan? Is dit een sollicitatiegesprek? Of, Wie weet. Ja, in het sollicitatiegesprek zou je nog wel iets meer een pitch over jezelf moeten geven. Maar maak je kans op een baan? Dat kan ik hier vandaan niet zeggen natuurlijk. Hè? Omdat je... ik weet niet precies wat je achtergrond is en wat je zou willen. Maar als ik zo eens kijk, denk ik eigenlijk van wel. Waar kijkt u dan naar? Nou, weet je, gewoon de uitstraling. Heeft echt de AIVD-uitstraling? Maar de uitstraling. Kijk, ik zie hier iemand die gaat staan. Die stelt een vraag en die maakt van zijn hart geen moordkuil. Weet wat hij wil. Hij weet wat hij wil weten. Dus en dan zouden we dus dat sollicitatiegesprek zouden straks even verder moeten voeren. Welke opleiding doe je? Dat kan maar HBO-rechten, nu. Nou, kijk eens aan. Ja, dat kan heel goed. En dat mag iedereen weten, dat hij bij de AIVD gaat werken? Nee, ze mogen wel weten dat hij er gaat solliciteren natuurlijk. Hoe gaat zo'n procedure in zijn werk? Nou, want ik vond de vraag, hij begon met wat wordt er allemaal van mij nagekeken. Hè? Ik vind dat zelf, best wel een heftige procedure. Dat is ook bij mij gebeurd. Voordat ik bij de AIVD in dienst kwam, dan moet je, je vult een aantal formulieren in. En dat is werkelijk waar, dat is zo'n pak aan formulieren en ze willen alles van je weten en je moet echt helemaal terug, bijna naar je jeugd, nog voorbij die foto die we er net lieten zien. En daarna komt er iemand bij je langs en aan mijn keukentafel thuis, daar heb ik een gesprek moeten voeren van 3,5-4 uur. En dat zijn echt, daar barst het van de impertinente vragen daarin. Kunt u even één impertinente vraag stellen, zodat hij weet wat er te wachten staat? Nou ja, een van de vragen die aan je gesteld wordt, die heeft te maken met je liefdesleven. Die heeft te maken met je seksuele voorkeuren, met je seksuele gedragingen. Die heeft te maken met... Seksuele voorkeur doet er toe bij jullie? Sorry? Seksuele voorkeur doet er toe bij jullie? Nee, het doet er niet toe. Dat is ook zichtbaar bij ons in de dienst. Maar waar het om gaat, is dat je seksuele voorkeur, dat die nooit een reden mag zijn om chantabel te worden. Dus iemand die een bepaalde seksuele voorkeur zou hebben, welke dan ook, en daar geheimzinnig over zou doen, daar vragen wij ons af, maar waarom ben je niet eerlijk? Ja. Want als je het al niet naar ons bent, wat betekent dat en wat verberg je? Heb je er nog zin in? Ja, zeker. Oké. Dank je wel. We gaan je volgen. Daar hebben wij dan wel weer middelen voor om dat te voorkomen. Dat dacht ik wel. Jij mag gaan staan. Het afgelopen jaar is te zien geweest dat IS-strijders door middel van social media en contactpersonen mensen met verschillende nationaliteiten proberen te ronselen. Hoe gaan jullie daarmee te werk? Hoe houden jullie daar controle op? Controle is een... dankjewel voor de vraag. Controle is wel een heel zwaar woord. Kijk, wat we wel doen. Eén, wij zijn ons er ook van bewust dat ISIS, dat die op een geweldig behendige manier gebruik maken van social media. Überhaupt van de digitale ruimte, van cyberspace, van internet, net hoe je het wil noemen. Dat zien we al enige tijd. Daar doen we ook onderzoek naar. Op de details van dat onderzoek kan ik niet ingaan. Als wij daaruit of uit andere inlichtingen, middelen, de vinger kunnen leggen op mensen die zich hier in Nederland
of buiten Nederland bezighouden met het ronselen via social media, dan proberen we daar vervolgens justitie of andere instellingen op te zetten om te voorkomen of om ervoor te zorgen dat ophoudt. Dankjewel. Het blijft spannend om naar de AIVD te kijken. Dus we waren ontzettend benieuwd wat de karaktereigenschappen waren van de ideale topman van de AIVD. En daar hebben we Rob de Wijk over geïnterviewd. Betrouwbaar, integer en rust. Als je dat in één persoon weet te verenigen, dan ben je een heel eind op de goede weg om iemand te werven voor de AIVD. Ik was wel verbaasd dat hij de overstap maakte naar de AIVD. Maar als je er nog even over nadenkt, dan denk je, ja, het is ook eigenlijk wel een logische overstap. Het is ook wel een goede keus om hem daarvoor te vragen. Omdat hij precies aan deze kenmerken voldoet. Het hoofd van de AIVD is niet machtig. Het hoofd van de AIVD in Rusland is denk ik wel machtig. Maar in een rechtsstaat kan die hooguit veel invloed hebben. En als het goed is, heeft het hoofd van de AIVD dat ook. En dat betekent dat hij vertrouwd wordt door het publiek. Dat hij vertrouwd wordt door zijn opdrachtgever. Dat is de politiek. Ja, en dan kan hij dus een grote mate van invloed hebben. En hij moet die invloed ook hebben, want hij waakt over de veiligheid van de rechtsstaat. Wij zijn geen CIA, FBI of NSA. Dat zijn wij niet. Dat zijn de hele grote spelers met echt veel macht die ook in belangrijke mate kunnen bepalen. Maar Nederland is net groot genoeg om een bijdrage te kunnen leveren. En dus om serieus te worden genomen. En dus ook om iets te kunnen doen. En dat is de crux van inlichtingendiensten, om informatie te kunnen uitwisselen met andere inlichtingendiensten. Het is voor wat hoort wat. Als je heel klein bent, heb je niks in de aanbieding. We zijn net groot genoeg in Nederland, als Nederland, dus ook de Nederlandse inlichtingendienst, om iets relevants te kunnen aanbieden en om dan ook gegevens terug te krijgen. Dat is buitengewoon belangrijk. Betrouwbaar, integer, gerust. Dus van onbesproken gedrag. Maar heb je niet gewoon ook een boef nodig om een boef te vangen? Soms wel. Kijk, laat ik over dat betrouwbaar en integer, dat zou er... Het is jammer dat jullie mijn hoofd daar niet op gefotoshopt hebben. Ja, dat kan later. Dat zou wel helemaal... Ja. Dat kan wel, nou, voor de volgende keer. Betrouwbaar en integer, dat is natuurlijk ook iets dat zou uit dat onderzoek moeten komen. Hè. Dus ik denk dat er geen hoofd van de inlichting- en veiligheidsdienst is die niet betrouwbaar en integer zou kunnen zijn. Daar wil ik wel iets bij zeggen, omdat ik natuurlijk af en toe best wel onrustig ben van binnen. Maar ik heb in mijn militaire carrière ook wel geleerd dat als de baas onrustig is, dan moet je heel erg oppassen dat de troepen niet in paniek raken, want die zien dat onmiddellijk. Dus ik probeer wel altijd... Je speelt rustig? Nee, te blijven? Nee, ik probeer rustig te blijven. Ondanks mijn innerlijke onrust probeer ik wel rust te bewaren. En dat heb je ook nodig. En dan kom je ook op de vraag over moet je nou een beetje een boef zijn. Kijk, je moet wel een beetje kunnen denken als een boef. Hè? Dus je moet absoluut kunnen verdiepen in wat de mensen waar je naar op zoek bent, de organisaties waar je naar op zoek bent, de ISIS, de jihadisten. Maar ook de spionnen, want er wordt ook vandaag de dag wordt er nog gewoon fysiek ouderwets gespioneerd. Ook in Nederland. Dus je moet wel een beetje kunnen denken. Nou, dat hoef ik niet allemaal zelf te doen, want ik heb bijna 1500 mensen heb ik voor ons werken. En daar zitten mensen bij en die zijn zo slim en die kunnen dat denken. En ik probeer dat natuurlijk zelf ook af en toe een beetje. Studenten. Stel, u kunt de baas of het brein achter IS te pakken krijgen, maar u moet daar wel een terroristische aanslag voor door laten gaan. Waar liggen dan de prioriteiten en hoe weegt u die belangen af? Ik hoef daar helemaal niet zo lang over na te denken. Als ik de baas van ISIS alleen... Volgens mij is het trouwens een situatie die uit Homeland komt. Maar als ik de baas van ISIS, als ik die, stel dat we die te pakken zouden kunnen krijgen en ik zou daar een aanslag voor moeten laten gebeuren, dan is mijn keuze heel makkelijk, dan zou ik die aanslag niet laten gebeuren. Als ik die kan verhinderen, dan verhinder ik die. Omdat ik zeker weet dat er wel een ander moment komt waarop ik die baas van ISIS te pakken dan zou kunnen krijgen. Hè? Als dat al in onze macht ligt. Hè? Want je hoorde Rob de Wijk ook zeggen, de dienst in Nederland is een wat kleinere dienst dan de CIA. Nou, daar ben ik het mee eens. Ik ben het overigens niet met hem eens als hij zegt dat de CIA beter is. Want ik durf te stellen dat wij op een aantal punten beter zijn. En dat heeft te maken met de manier waarop de dienst is opgebouwd. Okay. Maar ik hoef er niet lang over na te denken. Oké, dank u wel voor uw antwoord. Nou, mag ik wat terugvragen? Ja, tuurlijk. Is dat nou een geruststelling voor je of niet? Ik vind het wel lastig. Van de ene kant denk ik, de AIVD moet in gevolgen denken.
Dus van wat is beter? 1 keer 1000 koppen bijvoorbeeld laten rollen. Of misschien nog wel 10 keer 1000 koppen. Ja. Maar ja, ik zei er ook al bij. Hè. Kijk, als je zo dicht bij die baas van ISIS zit, dan weet ik zeker dat je daar nog een keer dichtbij kan komen. Oké. Okay. Want kijk, wat je namelijk niet zeker weet, is als je die aanslag zou laten gebeuren, dat je hem dan te pakken krijgt. Dus ik vind overigens wel heel goed, hè, dat je zegt, de baas van de IVD of überhaupt de IVD, die moet wel in gevolgen denken. Ja, want dat is ook precies wat we elke keer proberen. Want we hebben best wel lastige situaties, hoor. Er zitten best wel situaties. We hebben een van de heilige principes van de inlichtingendienst is dat je je bronnen beschermt. En soms dan lopen we tegen informatie aan waarvan we zeggen, maar dat zouden we wel graag willen gebruiken. Daar kunnen we iets mee voorkomen. Maar als we dat doen, dan moeten we onze bron opgeven. Nou, dat vind ik al heel naar klinken. Dus we zoeken in zo'n geval, zoeken we altijd naar een mogelijkheid hoe we en het een en het ander kunnen doen. En daar heb je weer heel veel creativiteit voor nodig. En ik vind dat geweldig. Ik kan er helaas geen voorbeelden van noemen, maar dat vind ik zo mooi als ik dan zie hoe creatief onze mensen zijn om zoiets te kunnen doen. Dat je eigenlijk in een bijna onmogelijke situatie, ja, ik wil het wel, maar kan het niet, want dan geef ik mijn bron op en dat we dan toch weer een manier weten te vinden om dat zo te doen dat die bron ook veilig weg kan komen. Dat is hartstikke mooi. 1 voorbeeld? Nee. Nee. Er is een nieuwe wet op de inlichting- en veiligheidsdienst in de maakt. Juli 2015 is het voorstel gepresenteerd. Ja. En Bits of Freedom is een burgerrechtenorganisatie voor vrijheid van meningsuiting, privacy op internet. En zij geven hier het volgende commentaar op. Op dit moment is het zo dat er een commissie is die toezicht houdt op de geheime diensten. Die mag dus eigenlijk, bij de IVD mogen ze naar binnen en dat doen ze ook. En wij zijn ontzettend tevreden met hoe die commissie werkt. Maar wat die commissie niet mag doen, is tegen minister Plasterk zeggen, luister, wat de IVD nu doet is onterecht, daar moet je ogenblikkelijk mee stoppen. En op het moment dat ze dat zouden doen, dan kan Plasterk dat naast zich neerleggen. Dat is buitengewoon zorgelijk, want dat betekent dat niet een onafhankelijke commissie, maar minister Plasterk kan uiteindelijk bepalen wie wel of niet wordt afgetapt. De sleepnetwet zou ervoor zorgen dat de IVD en de MIVD een bevoegdheid krijgen om elke vorm van communicatie van elke internetgebruiker te onderscheppen en te filteren. Dus dat betekent elk appje, elk Facebookbericht, elk e-mailtje, elk telefoontje kan worden onderschept door de geheime diensten. Die kunnen dat vervolgens filteren, analyseren en ook naar buitenland doorvoeren naar andere geheime diensten. En de geheime dienst zegt wel dat ze dat beperkt zullen gaan doen, maar als je kijkt naar de wet, dan staat er bijzonder ruim in. En dat betekent dat elke Nederlandse burger in feite vogelvrij is voor de Nederlandse geheime diensten. We zijn vogelvrij. Ja, nee. Linksom of rechtsom, er is altijd iemand die een beslissing neemt over of je wel of niet een bijzondere inlichtingmiddel mag inzetten. Of dat nou een commissie is of dat het nou de minister is. Wij hebben een systeem waarbij het de minister is. Die is aanspreekbaar voor het parlement. De commissie rapporteert aan het parlement. En als de minister een onjuiste beslissing zou nemen, dan is het niet de commissie die eventueel de minister terug kan roepen. Maar dan is het het parlement wat tegen de minister kan zeggen, wij zeggen het vertrouwen in je op. Dus er is altijd iemand die een beslissing neemt. Commissie, minister, hoofd van de dienst, wie dan ook. Daar zullen we mee moeten leren leven. Wij hebben gevraagd het kabinet, de regering, om ons te regeren. Daar ligt de verantwoordelijkheid. Ik vind, je moet hem daar ook laten. Als je hem maar controleerbaar maakt, en dat is wat er gebeurt. Dan toch even over dat woord, die sleepnetwet. Ik vind dat zo'n raar woord, want het is een wet op de inlichting- en veiligheidsdienst. Bij sleepnet, dan denk ik altijd, ons hoofdkantoor zit in Zoetermeer, vlakbij Scheveningen. Dan denk ik altijd aan die vissersboten die de haven uitvaren in Scheveningen. Er is geen visser die zijn sleepnet uitgooit op het moment dat hij de haven uitvaart. Hij weet waarop hij wil vissen. Hij weet vanuit zijn ervaring en van zijn collega's, weet hij waar de vis die hij wil vangen, waar hij normaal gesproken zit. Hij vaart daar naartoe. Hij zoekt met geavanceerde apparatuur of de vis er ook inderdaad zit. En dan gooit hij zijn net uit en dan vangt hij de vissen die hij wil vangen. En dat doen wij ook. Wij gooien niet zomaar een soort net als we dat al zouden kunnen, hè, want gewoon qua capaciteit kan het niet. Maar we gooien niet zomaar een net over heel Nederland of over de hele wereld, vissen daar alles uit. We hebben geen capaciteit voor, dat kunnen we niet, maar veel belangrijker, dat mogen we niet. Ik vind dat wij in Nederland zo ongelooflijk naïef zijn als het gaat om het gebruik van internet. Als het gaat om het gebruik van de digitale ruimte, van de digitale gegevens en hoe we met onze gegevens omgaan. Mag ik eens een vraag stellen in de zaal? Graag. Wie van jullie heeft er een bonuskaart van Albert Heijn?
Allemaal geregistreerd of niet? Want dat leverde extra voordelen op. Hè? Kijk, wat je met zo'n... Ik vind zo'n bonuskaart vind ik prima hoor. Ik bedoel, hartstikke goed voor de voordelen. Maar wat het ook doet, is het geeft een organisatie... geeft het inzicht in jouw koopgedrag en in allerlei andere dingen. Vandaag de dag, Google, die kan beter voorspellen... waar een griepepidemie plaats gaat vinden dan de World Health Organization. Gewoon vanwege de gegevens die ze hebben. Ja, om wat wij allemaal op internet bestellen... of de apotheken die we googelen, of de drogisterij of wat dan ook. Dus ik vind Nederland is ongelooflijk naïef als het gaat om de digitale ruimte. Daarom vind ik dit ook goed. Ik vind het goed dat Bits for Freedom daar op let. Maar ik vind dat als je denkt over privacy... moet je jezelf ook de vraag stellen, niet alleen ik wil privacy... Dat vind ik veel te gemakkelijk. Ik vind je moet ook nadenken over welk niveau van veiligheid wil ik. Niet alleen voor mijn eigen computer, maar voor de gemeenschap waarin ik leef. Welk niveau van veiligheid wil ik? Wat kunt u daarover zeggen? Welk niveau van veiligheid wilt u? U heeft als geen ander zicht op dit thema. Welk niveau van veiligheid wilt u en hoeveel privacy mag dat kosten? Het is geen mathematische formule. Maar wat ik zou willen, is dat er niemand naast mij kan komen staan... die vervolgens een bom laat afgaan. Dat is iets wat ik zou willen. Maar dat betekent dat ik dus ook wel een zekere mate van privacy moet opgeven. Ik moet dat wel inkaderen, je moet dat borgen. Je moet dat niet aan iemand overlaten en zeggen... nou weet je, ga jij maar lekker alles controleren zolang je die aanslagen maar voorkomt. Dat vind ik niet. Ik vind, je moet een wet hebben. En het hoofd van de dienst en de dienst als geheel moet gecontroleerd worden. Maar veiligheid heeft wel een prijs. Ja, dus, en als je zegt, weet je, ik loop het risico... Ja, prima, dat kan ook. Okay. De politiek stuurt. Ja. En in een volgende periode is het denkbaar dat er een andere partij aan de macht komt. Het zou een anti-islam partij kunnen zijn. Voeren jullie dan ook blindelings uit? En bent u bereid om alles uit te voeren wat door de politiek wordt opgedragen? Bijvoorbeeld dat alle moslims getapt zouden mogen worden. Ik denk ten eerste dat het niet zover zal komen. Maar als het zover komt? Ik weet dat als er een regering aan de macht zou komen die het in de wet zou laten opnemen dat iemand afgetapt wordt puur en alleen vanwege het feit dat hij een bepaalde religieuze achtergrond, of dat nou moslim is of christen of andere van dit soort generieke kenmerken die niets te maken hebben met de schade die je toe wil brengen aan de democratie, dan denk ik dat ze voor mij een ander moeten gaan zoeken. Daar ligt voor u een grens. Nou, dat doe ik niet. Okay. Studenten. Op social media zie ik bijvoorbeeld dat er gesolliciteerd wordt. En wanneer het een buitenlands naam is, dan wordt die eigenlijk als het ware gewoon genegeerd. Maar als het een Nederlandse naam is, niet. En ik begrijp vooral bij u, bij AIVD, dat misschien, ik weet het niet, maar mijn vraag is eigenlijk... Stel je voor, ik kom solliciteren. En je ziet een buitenlandse achternaam en je ziet dat ik uit Irak kom, uit Kirkuk ook nog, dus uit een heel gevaarlijke stad. En ik solliciteer bij u. Hoe gaat u dat nakijken dan of ik betrouwbaar ben of niet? Een heel groot deel hangt af van het gesprek natuurlijk en wat je invult. En als we daarin zouden vermoeden dat er iets niet klopt, dan gaan we proberen na te vragen. Okay. Hoe lang woon je in Nederland? Vanaf mijn vijfde. Ik ben nu 25, dus 20 jaar. 20 jaar. Ja. Nou, dan is dat dus geen belemmering. Okay. Ja, dus ik hoef helemaal niet zo ver na te kijken. Ik hoef niet naar Irak om dat na te kijken. En nogmaals, het maakt bij ons niet uit wat je achternaam of wat je voornaam is. Nee, ik bedoel daarmee vooral ook omdat laatst met ISIS wat er aan de hand is. Dat u bang bent dat er iemand komt infiltreren of wat dan ook. Dat u daar banger voor bent geworden en daardoor juist meer gaat onderzoeken. Nee, ik vind ook angst. Angst is echt een verkeerde drijfveer. Maar je moet wel reëel blijven. Het zou natuurlijk een fraaie zet zijn van ISIS om iemand bij ons te infiltreren. Dus we proberen dat wel te voorkomen. Ja. Maar angst vind ik een slechte drijfveer. Want dan ga je naar de verkeerde dingen kijken, denk ik. Oké. Okay. Dankjewel. Nog iemand? Studenten? De laatste tijd, na de aanslagen in Parijs, zijn er een paar grote terreuralerts afgegeven. Denk aan Brussel en aan de wedstrijd Duitsland-Nederland. Maar vervolgens is er niks gebeurd, gelukkig. Maar hoe denkt u dat dat komt? Is de overheid misschien te voorzichtig geweest met het afgeven van die alerts? Of zijn de terroristen bang geworden? Of hebben ze de terroristen misschien gepakt? Wat denkt u daarvan? Je maakt als overheid, overigens doen we dat niet bij de AIVD. Bij de AIVD daar proberen we te schetsen wat de dreiging is. En dan maak je als overheid een risicoafweging. En dan kijk je hoe groot is de dreiging, hoe serieus is die. En wat is er uiteindelijk, hoe weerbaar zijn we er tegen?
En dan blijft dan over wat is het risico. Dat is een afweging die, waarvan je aan de achterkant altijd hoopt dat je denkt van ja, was dat nou wel nodig geweest? Wat denk ik daarvan en hoe komt dat? Dat is niet altijd na te gaan, maar ik hoop dat het vooral komt omdat de overheid verstandig blijft. En zich niet gek laat maken, opnieuw aansluitend. Angst is een slechte raadgever, maar wel heel goed nadenkt over wat de risico's zijn. Heb je een dreiging? Ja. Hoe kun je proberen die dreiging te voorkomen? En als het echt niet anders kan, dan sluit je een station af of je laat de voetbalwedstrijd niet doorgaan of wat dan ook. Maar het zijn geen makkelijke beslissingen, dat weet ik uit ervaring en van nabij. Sinds u de baas van de AIVD bent, is er wel wat gebeurd. Ik zeg niet dat er een oorzakelijk verband is, maar laten we even kijken in die periode wat er in Europa allemaal is voorgevallen. We komen de profeet wreken. Met die tekst stormen gemaskerde mannen om 11:30 vanochtend de redactie van het Franse blad Charlie Hebdo in Parijs binnen. Station Rotterdam Centraal is voor een deel ontruimd omdat een man zich heeft opgesloten in de wc van de internationale trein Thalys. Het is onduidelijk of die bewapend is of niet. De politie probeert de man uit de trein te krijgen. Frankrijk verkeert in de hoogste staat van paraatheid. Aanleiding is de verijdelde aanslag in de Thalys. Volgens de Franse minister Chassé-Neuve is het dreigingsniveau erg hoog. Syrische strijders die bijna vrolijk poseren bij een lijk. En foto's plaatsen op social media. En nu, enige tijd later, doen ze zich in Europa voor als vluchteling. Er zijn volgens de Parijse politie, ik vat even wat feiten samen, op 7 plekken aanslagen gepleegd vanavond, de afgelopen uren. Het zou dan gaan om zeker 2 explosies bij Stade de France, het stadion, het voetbalstadion. Vervolgens blaast een man zichzelf op de boulevard Voltaire. Om 21:50 klinken de eerste schoten bij Theater Bataclan, waar het publiek wordt gegijzeld. We hebben op dit moment al het 1 na hoogste dreigingsniveau wat er mogelijk is. Substantieel. En dat betekent concreet dat een aanslag in Nederland voorstelbaar is. Niet voorspelbaar, let heel goed op, voorstelbaar. 3 september, de dag dat Nederland wordt opgeschrikt door landverraad. Omdat een Nederlandse militair is overgelopen naar IS. Heeft u het op dit moment eigenlijk allemaal een beetje onder controle? Dat vind ik altijd gevaarlijk om daar ja op te antwoorden. Maar als ik dat anders zou vertalen, ik zou zeggen, doen wij nu wat we moeten doen, dan is het antwoord ja. Controle, dat zou bijna veronderstellen dat je voor 100% kan garanderen dat een aanslag niet voorkomt. En dat kan ik niet. Dat kan de dienst niet, dat kunnen de politie niet, dat kunnen we met z'n allen niet. We kunnen wel proberen om die kans zo klein mogelijk te maken. En ik vind de beelden van Parijs, ik blijf het afschuwelijke beelden vinden. Ja, dat er iemand een stadion of een concertgebouw of een operazaal binnen kan lopen en daar zoveel mensen van het leven beroven. Ik vind dat afschuwelijk. Dat is waar de dienst ook mee bezig is om dat te proberen te voorkomen. Maar 100% veiligheid, dat kan niet. In het denkgrote debat worden altijd een paar dilemma's voorgelegd. U mag gewoon kiezen. Sean Connery of Daniel Craig? Sean Connery. Hij heeft een beetje met de leeftijd te maken. Ja, nee, zo hadden we het ook ingeschat vooraf. Dus we beginnen met de makkelijke. Aanvallen of verdedigen? Aanvallen. Veiligheid of privacy? Veiligheid. Veiligheid of vrijheid? Vrijheid. Spreken is zilver of zwijgen is goud? Zwijgen is goud. Wantrouwen of vertrouwen? Vertrouwen. Hoe kan dat? Wat? Dat je vanuit vertrouwen start als je gevraagd wordt om te kijken naar waar de grootste dreiging plaatsvindt. Ik vind dat je in je relaties naar anderen, zakelijk, privé, altijd met vertrouwen moet beginnen. Maar ik mag toch hopen dat jullie een beetje wantrouwig zijn naar degene die jullie de hele dag... Ja, absoluut. Maar weet je, daar speelt die vraag helemaal niet vertrouwen of wantrouwen. Ik bedoel, als wij kijken naar de dreigingen, dan doen we dat vanuit het startpunt dat er blijkbaar iets is wat we moeten onderzoeken. En dus als het gaat om onze onderzoeksobjecten, dan is het wantrouwen is een zekere mate van argwaan. Daar heb ik dan ook wel last van ingesleten argwaan. Maar als het gaat om relaties met mensen, met omgeving, zakelijk, dan is de basis vertrouwen. Dat kan ook niet anders. Ik vind, je kunt op geen enkele andere manier werken dan op basis van vertrouwen. Studenten, laatste vraag aan jullie. Nou, mijn vraag is of het niet een beetje toevallig is dat bijna alle terroristische strijders die in het buitenland, met name Europa, dus aanslagen plegen, eigenlijk uit landen komen waar eigenlijk heel veel rotzooi is gepleegd door het Westen. Dus zeg maar, of dat de oorzaak is, of denkt u echt dat zij uit islamitische
standpunt handelen? Of denkt u dat er een andere oorzaak is? Ik weet niet of het waar is, de veronderstelling die aan jouw vraag ten grondslag ligt. Omdat als ik kijk naar de aanslagplegers uit Parijs, die kwamen zelf niet meer, of daar zaten er een aantal bij, die kwamen zelf niet uit een land waar rotzooi geschopt is. Daar zei je België als zodanig. Ja, inderdaad, België en Frankrijk. Ja. Maar ik bedoel met name, dit is opgeleid door IS zelf. En IS komt dan uit Syrië en Irak. Voordat al die rotzooi dus is gebeurd, toen er dus andere leiders waren, dat er helemaal geen IS was. En ook heel veel mensen niet in hun hoofd haalden om zoveel dingen te doen. Nee, kijk, ik kan de geschiedenis niet terugdraaien. Hè? En Irak heeft natuurlijk heel lang het onder een regime geleefd wat nou ook niet bepaald een pretje was. Datzelfde geldt eigenlijk voor Syrië. En dat kan ik niet veranderen. Ik kan alleen maar proberen de signalen op te pakken van die mensen of organisaties die vervolgens de chaos nog groter zouden willen maken. En ook die chaos nog naar het westen zouden willen brengen. Ja, dat is duidelijk. Dank u wel. Als het nu, vandaag, over de veiligheidssituatie in Nederland gaat, van 1 tot 10, welk cijfer geeft u Nederland dan? De veiligheidssituatie in Nederland van 1 tot 10. Dan zou ik hem een 6 geven. En daar zou ik wel heel veel dingen in meenemen. Maar kijk, het dreigingsniveau is substantieel. Ik vind dat wij er als overheid in slagen om de veiligheid van Nederland in voldoende mate zeker te stellen. Maar vanwege die grote dreiging, en die is het nog echt, het is een substantiële dreiging. En het besef dat je nooit helemaal 100% veiligheid kan bieden, zou morgen zomaar kunnen veranderen in een onvoldoende. Maar naar een 7 gaat hij voorlopig niet? Nee. Kunnen we slapen met een 6? Ja. Tenminste, ik doe dat wel. Gaan wij dat ook doen? Dat zou wat zijn als dat niet meer kan. Gaan wij dat ook doen? Dankjewel. De laatste vraag is misschien helemaal niet de makkelijkste. De laatste vraag is altijd: welke student heeft u vandaag groter laten denken? Ja, dan is het een student die de relatie legde met het solliciteren met haar achternaam. Jij. En waarom? Omdat ik vind dat je een punt aanhaalt waar wij met z'n allen enorm over moeten nadenken ook. Hoe het nu kan. Ja, dat het feit dat je een achternaam hebt die niet oer-Hollands is, of een voornaam die geen Jan, Wim of Piet is, die ertoe aanzet dat je dan niet in aanmerking zou komen voor een sollicitatie. En ik vind, heel als je als maatschappij daar zo over denkt, dan moet je wat uitstaan. Komt er soms in staan? Mag ik even... Wat? Ga maar even zo staan, als het mag, voor de Kamer. Jij studeert rechten. Mm-hmm. Ik heb voor jou meegenomen, wij hebben de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Die is van 2002. En daar hebben we ooit een aantal speciale uitgaves van laten drukken. Gewoon omdat het iets bijzonders was. Het was de eerste wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. En die zou ik jou willen geven, daar schrijf ik ook zo meteen nog iets in. Dat is voor een rechterstudent, denk ik, is dat wel een aardige. Het is natuurlijk jammer dat die volgend jaar vervangen gaat worden. Maar goed, dat weet je, dan wordt het in elk geval wordt het een collectors item. Dus dat overhandig ik je graag, alsjeblieft. En wat ik erbij wil doen is een pen. Vanuit juridische studie wordt er ook heel veel geschreven. Dus ik doe er een pen bij met het logo van onze dienst op. Oh, een vulpen. Nou, hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Jij bent vandaag de Denk Groter student. Van harte gefeliciteerd. Er wordt ook nog een Denk Groter foto gemaakt voor jou. Ik wil bijna een duckface doen. Maar dat ga je niet doen, hè? Want ik moet er ook op de foto. Je hebt een hand gehad, je hebt een cadeautje gehad, je hebt eeuwig roem. Maar het allerlaatste mooie applaus voor vanmiddag is natuurlijk voor onze gast Rob Bertolet. De foto is al gemaakt. Dankjewel. Dankjewel. Leuk bedankt, nogmaals. Dankjewel. Ik schrijf er zo even wat in, hè, voor je. Thank you.